Dat is maandag 9 april in de Republiek Suriname. Kijkers en luisteraars, goedemorgen en welkom dan bij een nieuwe Mantintaki. We zullen vandaag drie onderwerpen met u behandelen. De rust is teruggekeerd in het district Brokopondo. We hebben het over de onveilige situatie, welke we een aantal dagen terug ook met u hebben gedeeld. Als het gaat om de goudwinningsactiviteiten te Drepada en Tapuripa, waar er tegenwoordig ook aan goudwinning wordt gedaan. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Giulio Dodson, die heeft samen met de minister van Regionale Ontwikkeling, minister Edgar Dikan en ook nog een aantal andere overheidsfunctionarissen een kroete belegd in het district Brokopondo. En zij hebben dus daar het een en ander gezegd aan de dorpsgemeenschappen. En er is overleg geweest met het plaatselijk bestuur. Dat zullen we dan vandaag met u behandelen in deze Mantintaki. Verder besteden we ook aandacht aan het overlijden van een andere cultuuricoon van ons land. We hebben het over Tella Zinga, Thelma Ment, die is overleden in Nederland. De uitvaart en de crematie zal in Nederland plaatsvinden, maar in Suriname zullen er ook een aantal ceremonies worden gehouden rond haar uitvaart. En dat zullen we dan ook met een familielid bespreken. En aan de andere kant wordt er dan ook aandacht besteed vandaag. Er zal een lezing of een workshop worden gehouden als het gaat om belastingen in Suriname, belastingssystemen, Kingdom Business onder leiding van Henk Redmond, die zal daar aandacht aan besteden. En vanavond wordt het een en ander gedaan in Lalaroek. En dat zullen we dan ook vandaag belichten in deze Mantintaki. We beginnen met het volgende. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die heeft een, samen met minister Edgar Dikan, ze hebben een bezoek gebracht aan het district Brokopondo. En dan krijgen we dan ook zo de beelden voor u, zodat u het toch weer voor de geest kunt halen wat we daar allemaal hebben meegemaakt in de afgelopen periode. Goudwinningsactiviteiten, illegale goudwinningsactiviteiten te Brokopondo. Kleinschalige schoutzoekers zijn daar bezig geweest. En de rust is weliswaar terug, maar er moet worden gezorgd voor een structurele oplossing van hoe men veilig kan doen aan goudwinning in dat gebied. We kijken nu naar beelden van enkele weken terug. NCCR was er daar en ook nog de districtscommissaris van Brokopondo, Kenia Panza. Wat is er allemaal besproken? En dat horen we dan zo meteen van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Regilio Dodson. U volgt dan ook zo de beelden nog van een paar dagen terug, een week terug. En de grote kraters die u dan ook ziet, milieukwesties komen er aan de orde, maar ook de veiligheid in het gebied. Onze aanpak zal gebaseerd zijn op drie zaken. 1. De hele zaak terugbrengen naar nul. De ordeningsactiviteiten beginnen, waarbij wij eigenlijk naar het model van een koffiekamp, naar het model van Makamboa, dat wij dan vragen dat men zich op deze manier organiseert en dat wij dan het vervolg starten, maar dan onder nieuwe voorwaarden. Dat zijn de zaken die we hebben besproken. De gemeenschap heeft aangeven dat zij de ruzies onderling hebben beslecht. Dat in feite door dit alles wat er was gebeurde situatie, dat ook de relatie tussen de twee dorpen onderling verslechterd was. Zij hebben dus nu alles bijgelegd. Ze hebben ons meegegeven een petitie voor de president, waarbij ze vragen dat zij onder nieuwe omstandigheden de goudwinningen mogen hervatten. We nemen het mee. We gaan het ook de situatie bespreken met de president. Verder zal er alles aan worden gedaan om de rust te garanderen. Zaken die zich in het verleden hebben voorgedaan, mogen zich volgens de minister niet meer herhalen. We hebben dus een met de structuren die er nu bestaan willen we doen. We gaan zeer zeker de rust terugbrengen hier in dit gebied. De vraag wanneer we gaan de DC en onze werkarmen in het district ook aan het werk zetten. Natuurlijk hebben wij ook de veiligheidsdiensten die hun deel gaan doen. En samen met de gemeenschap verder de zaak monitoren. De goudwinningsactiviteiten te Drepada en Tapuripa zijn vanwege het herstellen van de rust reeds een aantal dagen stopgezet.
Op de vraag wanneer en of die weer mogen worden hervat, zei minister Dodson het volgende. Ik wil geen termijn eraan verbinden, want ik wil niet vastgeprint worden daarop. Maar we gaan het zo snel mogelijk doen. We hebben al veel geleerd. Ik zei eerder al, we hebben een blauwdruk dat we nu eigenlijk in effect hebben gezet. We hebben een bepaald protocol dat we nu hanteren. En dat gaan we testen in dit geval. En er zijn nog een heleboel van dit soort gebieden overal in het land. En dan kunnen we verder gaan met deze strategie. Zegt u dat systeem van Makamboa veel heeft opgebracht? Ja, het is een successtory, zeker weten. We hebben ook nog zeker een successtory in het Zarakreek-gebied, waar we bepaalde ordening hebben kunnen brengen. In het Matawai-gebied, waar we bepaalde ordening hebben kunnen brengen. En dus dit wordt onze volgende testcase. Ja, het wordt een testcase zoals minister Giulio Dodson dat heeft aangegeven. Het afgelopen weekend is er een crew belegd in het district Brokopondo. En regeringsfunctionarissen hebben daar gesproken met het traditioneel gezag van beide dorpen. En ook met de goudzoekers van beide dorpen. En er wordt dus gewerkt aan een structurele oplossing van het probleem. We gaan naar onze eerste gast vandaag in deze maand in Taki. En ik zei het al, in Suriname zal er ook aandacht worden besteed aan het heengaan, de uitvaart en ook nog alle zaken die te maken hebben met met hoe wij moeten omgaan met Tella Zinga. Dat is haar artiestennaam. We kennen haar als Tella Zinga dus. En ze heet Thelma Ment. We hebben een familielid vandaag bij ons in Mantintaki. En we hebben begrepen dat samen met Nax het een en ander zal gebeuren. Suyini Stewart, ja, goedemorgen. Bijna mijn struikel naar haar ding. Het is mooi gelukt. U bent familielid. Tella Zinga is overleden. Weliswaar in Nederland, maar toch zeggen velen in Suriname een grote cultuuricoon. Ja. Ja, hoe gaat de familie daarmee om? Ze proberen er zoveel als mogelijk die grani te geven die zij verdient. En dat is dus eigenlijk ook haar hele leven lang, sinds ze in Nederland is, is geprobeerd om er ook die grani te geven, met haar bezig te zijn. Want ze is een tijdje ziek geweest. Ja. En met het overlijden, het is zwaar, het is heel zwaar. Ze is niet alleen een artiest geweest, dus van de hele samenleving en in het buitenland, maar ze is ook echt gewoon familie geweest. Ja. Was het ook een familiemens? Ja, zeker. Ze was een artiest, dus ja, je dient rekening te houden. Maar met haar zoon heeft ze vooral in de laatste jaren heeft ze veel tijd mee doorgebracht om elkaar goed te leren kennen en elkaar te waarderen en de gelegenheid te geven te zijn wie ze zijn. Dus ja, het is heel goed gegaan. Ja. Moeten we zeggen tante of groot-tante? Dus ik noemde haar mijn tante. Officieel zijn we geen familie. Maar ik heb haar mogen aannemen als mijn tante en zij mee als haar nichtje. Ik heb haar vanaf mijn 9e jaar meegemaakt, heel nauw bij haar artistieke leven, omdat mijn moeder haar persoonlijke styliste was. En ik bij al die optredens, al die activiteiten, de voorbereidingen mee mocht zijn of mee mocht lopen. En, zo waarom mogen we van Tella Zinga zeggen een cultuuricoon? Omdat zij alles eraan heeft gedaan om de Surinaamse cultuur, de Creoolse cultuur, naar voren te brengen. Zij is namelijk de enige Surinaamse vrouw geweest die een hele show, en niet één, een aantal shows alleen op het podium heeft gebracht. Gewoon als enige artiest. Ja. En daarover mogen we heel erg trots zijn. Ze is naar het buitenland geweest, in Nederland, in Curaçao. Heeft ze dus Suriname op de kaart gezet. Ja. En dat mogen we zeker niet vergeten. Oké. We hebben dan ook hier bij de CVS aandacht besteed aan het heengaan van Tella Zinga. Het nieuwsitem hebben we daar aan gewijd. En er zijn een aantal personen van culturele organisaties in ons land die hebben gereageerd op het overlijden van Tella Zinga. Zo heeft Shahna Spengel van Naxe gereageerd en ook nog de heer Iwan Wijngaarde van de Federatie voor Afrikaans Suriname. Miwani lobby you, miwani lobby you, miwani lobby you, ambusi lobby, wambiki bradi bedi busi lobby. We hebben het over Thelma Ment, een zeer speciale, zeer bijzondere vrouw. Voor mij is ze een van mijn voorbeeldfiguren geweest wat zang betreft. De
kleding, het uitdragen van haar cultuur ten alle opzichten en overal waar ze kwam. Het kon een begrafenis zijn, het kon een huwelijk zijn, het kon een zeer een speciale, elegante receptie zijn. Ze was cultureel gekleed. Ze liet gelijk zien, dis nami, nami ja, nami kulturu, me firmi switi inapis krosi disi, en imag sabi, mine shenging. Ik heb haar mogen leren kennen en voor mij was het zeer speciaal, zeer bijzonder. Vooral haar stem en de manier hoe ze overdracht deed wat cultuur betreft. Op een zeer speciale manier. Heel apart. Ze benadrukte de dingen altijd echt met haar ogen en haar mond. De articulatie was voor mij zeer bijzonder. En ik neem haar zo mee in gedachten. En ik... Ik denk dat ze echt niet alleen voor mij, maar voor zoveel andere jonge mensen een voorbeeld is geweest, ja. Ik denk niet alleen Telasinga, zoveel andere mensen waaraan we ons allemaal schuldig hebben gemaakt, die we levend moeten houden. En ik ben daarom dankbaar dat ik een deel van mag zijn van Telasinga, maar ook zoveel andere mensen. Als we nu beginnen, mensen in onze eigen omgeving, bekendheid. Hoeveel vaak vertellen kinderen niet over hun eigen moeder of hun eigen vader? Laat ons beginnen om onze kinderen nu te leren dat mensen die dicht bij ons zijn, onze voorbeeldfiguren zijn. En we steeds over ze moeten blijven praten. En nu, ook al is ze overleden, wij moeten haar levend houden. Door vaker haar muziek af te draaien, vaker over haar te praten. En zoals ik zou blijven doen, me vaker kleden zoals zij het deed. Als voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Namang heb ik er meegemaakt. Ik ben zelfs in 1998 ben ik geweest naar Afrika met een hele grote groep van uit Suriname naar Afrika. Ik heb er meegemaakt aan zee. Ze is altijd, ja, spiritueel is ze altijd gebonden aan de geestenwereld, zeg maar, van een gebied, zoals het ook in Afrika toen we daar aan zee waren, dat ze helemaal in geestvervoering raakte. Ik heb het in veetunnel meegemaakt. Thelma is inderdaad een culturele oma, zou je kunnen zeggen. We weten zelf dat 40 jaar geleden, toen zeg maar de religie in de vorm van de Winti-religie vrij en blij uitgeoefend mocht worden. Was een heel wild groei had je erin. En ik denk dat er veel gebeurd is in die periode. En Thelma heeft zeer zeker meegewerkt aan een stukje zuivering van het wildgroei die er was. Want men mocht, vroeger mocht men niet daarvoor. Maar toen men mocht, dan iedereen speelde dan, zeg maar, bonumang of spiritueel mens. En daar is veel, veel kwaad gedaan. En ik denk dat Thelma zeer zeker in die 40 jaar vanaf toen naar nu een bijdrage geleverd heeft dat er een stukje meer ordening gekomen is in die Winti-religie. Ja, en zo hebben we dus het gebracht een paar dagen terug in het journaal. En we hebben het ook vandaag aan u voorgehouden in Matintaki. Suyini Stewart, toch ben ik er naar benieuwd. Je hebt dan zo de reacties ook gehoord. Kunt u zich daarin terugvinden? Helemaal, helemaal. Shahna Spengel heeft het helemaal goed verwoord. Vandaar ook dat ik het initiatief heb genomen om ook gewoon iets hier te doen in Suriname. Het is belangrijk dat wij onze eigen cultuur, onze eigen mensen omarmen en waarderen. Die granny geven. Want er is zoveel speciaals dat we hebben. We grijpen zo snel naar dingen van het buitenland. Naar prachtige films, prachtige shows. Maar wat we hier hebben, is wat we hebben. Dus laten we het koesteren. Laten we het waarderen. Ja. En vandaar dus ook die Gigrani Singinity. Vandaag? Nee, dat is dus dinsdag 10 april. Morgenavond. Ja. 7 uur begint het officieel gedeelte. Het is dus geen normale Singinity. We beginnen officieel met de troostgroep van NAX. En daarna gaan we de beelden laten zien. Ook als je binnenkomt, de hele manier van condoleance tekenen is anders. De hoek met alle attributen wat ze had, want ze had zoveel. De foto's die ze allemaal heeft. U krijgt de gelegenheid om dat allemaal te aanschouwen. Ja. Terwijl we dan zo praten, hebben we dan ook een aantal foto's gehad van Suyini. Wat zeggen deze foto's jou ook?
Oh no, dus ja. Ze werden parel van Suriname genoemd. En als u zo naar die foto's kijkt, denk ik dat u dezelfde mening kan delen. Ja. Gewoon de manier, we kijken naar een moment van performen, een optreden. Waar was dat? Met dit eigenlijk was in Italia, dit moet een Pinti show zijn geweest. En het was gewoon een vol programma met backgroundzangeressen, met danseressen, de muzikanten, mensen als Bali Balsamhoff, Jim Westphal, geweldige artiesten op het podium. Zij was het niet alleen, het was alles om erheen. De kleding was gewoon af, was perfect. Ja. De enthousiasme, nee, het is niet te omschrijven in een paar woorden. Ja, vandaag besteden we dus daar aandacht aan. We gaan met u afronden, dit gedeelte. Ik neem aan dat u ook de familieleden ook in het buitenland, dat die hechte band er is. Yes, zeker. En dat ze ook worden aangegeven van wat er in Suriname over haar wordt gezegd en verteld en hoe men ermee omgaat. Ja. Is er wel telefonisch contact? Ja, telefoon, app, mail, alles is er. We koppelen steeds terug met elkaar, want ook in Nederland wordt er dus een groot feest georganiseerd in verband met de uitvaart. Dus we hebben nou contact. Oké, goed. Morgenavond in NAC zal het een en ander dan gebeuren. Suriname zal aandacht besteden aan het overlijden van Telasinga, Telma Ment. En NAC is daarvoor uitgekozen. De familie heeft dus afspraken met NAC. Yes. En we kijken er naar uit hoe Suriname dus verder hierop zal reageren. We gaan ook naar een clip welke dus jaren terug was opgenomen. Het is een Suripoplied en Telasinga heeft ook gezongen in deze clip. Ja, een nummer van jaren terug. Dat praat over denk ik 30 jaar terug. Deze van Telasinga. Zij heeft ook gezongen in die van Busilobi. Vandaag praten we dan over een onderwerp waar we niet graag over praten. Dat is dus belastingen. Hoe gaan we daarmee om? En nu is er een organisatie die zich daarmee bezighoudt, Kingdom Business. En ze hebben deze periode uitgekozen omdat we weten dat in de maand april kleine zelfstandigen en, en particulieren die zich moeten aanmelden op het belastingkantoor. En ze moeten dus hun self-assessment rapporten invullen, waardoor zij hun belastingplicht kunnen voldoen. En deze periode wordt ook uitgekozen. Meneer Redmond, Henk Redmond, goedemorgen. En ook nog mevrouw Sandra van Bosse, wat moet je die man in? Ja, ja, deze periode hebben jullie uitgekozen om een lezing, een workshop te houden vanavond. Om te praten over belastingen. Ja, ja. Klopt. Dus vanavond hebben wij een business seminar over fiscale adviezen en tips. Ja. Dat iedereen in Suriname die werkzaam is, of nou in loondienst is of als ondernemer, baat heeft bij dit business seminar. Ja, en eigenlijk is het dat je zelf ook moet weten hoeveel je moet afdragen aan belasting en wat er mee gebeurt. Is dat de bedoeling? Ja, inderdaad. Dus het is belangrijk om te weten wat jouw visie is als persoon. Dat iedereen een persoonlijke visie nodig heeft. Daarnaast als bedrijf heb je ook een bepaalde visie nodig. Het is belangrijk om winst te maken. Mm-hmm. En als je winst maakt, dan is een onderdeel daarvan dat je bepaalde kosten hebt. Yeah. Ja, een daarvan is belastingen. En dat geld wordt natuurlijk geïnd door de Belastingdienst en gebruikt door de overheid om allerlei nutsvoorzieningen te kunnen regelen. Zoals allerlei algemene zaken, zoals de politie, brandweer, water, stroomvoorziening, de wegen. Dus allerlei zaken worden gedaan met dat geld. Ja. Welke voorstelling moeten we ons maken van de avond? We komen er en we zitten en er volgt een presentatie en that's it. Ja. Het is een presentatie door Roy Reiger. Mm-hmm. Ja, Roy Reiger is een autoriteit op het gebied van belastingen. Hij is een fiscaal jurist. Mm-hmm. Ja, die is bekend in Suriname, heeft een behoorlijke staat van dienst. Dus die zal op zijn manier duidelijk uitleggen alles over fiscaliteit in Suriname. Maar met name ook adviezen geven en tips. Want deze bijeenkomst die is interactief, dus mensen die komen, maar die kunnen gewoon hun vragen stellen. Er is voldoende tijd om op vragen in te gaan, zodat mensen met antwoorden
naar huis gaan. Ja. Nu wil ik weten hoe het eigenlijk allemaal zit in de vriendenkring, mevrouw Van Bossé. Weet dat gewoon in de matifoon van ja, heb je belastingen al betaald? Ja, maar kan dat zo? Zo gaat het, maar mensen, belasting is negatief, zeg. Zo lijkt het. Terwijl je, als je het goed invult, iemand hebt die het, kan je zelf nog terugkrijgen. Dat stukje vergeten mensen vaak. Mm-hmm. Vaak denken we moeten alleen maar de belasting betalen. Ja. Toch? Maar er is een. Ik weet zelf niet veel van belastingen, maar ik weet van als het goed wordt ingevuld, want je maakt kosten, je hebt een onderneming. Een onderneming wordt niet gestart van maandag van vrijdag op maandag. Ja. Toch, je denkt niet vrijdag, ik wil een onderneming en maandag staat het er. Je hebt een start. Ja. Je hebt kosten die je maakt. En al die kosten kan je weer terugkrijgen van de Belastingdienst. Ja. Dus het is ook een voordeel. Ja. En dat is wat mensen vaak vergeten. Oké, dat zal ook worden uitgelegd vandaag. Ja. Ja, oké, zijn die afspraken er gemaakt met de heer Roy Reiger van u moet ook daarover praten? Ja, inderdaad. Ja. Van wat men terug kan krijgen van de Belastingdienst? Ja, inderdaad. Dus aftrekkosten, zoals Sandra aangaf, is een belangrijk aspect. Ja, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is inderdaad kennis van zaken. Ja, als je merkt toch wel dat er wat kennisgebrek is bij deze of gene, vanuit wij deze avond organiseren om die kennis te verschaffen. Ja. Ja, hoe meer kennis je hebt, hoe beter het eigenlijk doet. Ja, hoe meer zekerheid je hebt, hoe meer duidelijkheid je hebt. Ja, je visie kun je ook aanscherpen en kan dus ook meer transparant zijn. Ja, ja. Wie is er eigenlijk voor uitgenodigd? Wie mag komen? Eigenlijk iedereen die met geldzaken te maken heeft. En toch is dat iedereen die werkt. Hè? Ja. Kleine zelfstandige bedrijven. Je hebt altijd, als je een onderneming hebt of als particulier, heb je met geld te maken. Hè? En, dus iedereen die tips wilt, mag zich aanmelden. Ja, tips zullen worden gegeven. Ja, worden tips gegeven van hoe vul je het in, waar let je op in je onderneming. We weten dat in de meeste onderneming is personeels is het personeel je grootste pot. Ja. Hè? Wat aan uitgaven. Hoe regel je dat? Waar let je op? Mm-hmm. En dat soort dingen. En dat wordt dus vanavond dus gepresenteerd. Oké. Okay. Ja. Kingdom Business die doet dat. Is dat het enige wat Kingdom Business doet? Nee, dus deze vereniging is een vereniging van zakenmensen. Mm-hmm. Dat zijn mensen die een baan hebben en mensen die een bedrijf hebben. Mm-hmm. Ja, maar daarnaast ook mensen die gewoon belangstelling hebben voor wat er gebeurt in de zakenwereld in Suriname. Het is een belangrijke vereniging in Suriname, omdat je daar wordt geleerd om samen te werken. Hmm. Moet ik het zien als een tegenhanger van KKF? We werken samen met KKF, dus daar zijn mensen die een bedrijf hebben ingeschreven. Hmm. Ja, maar Kingdom Business is eigenlijk ruimer. Dan moet ook mensen die geen bedrijf hebben, maar die gewoon een baan hebben, die kunnen gewoon lid worden van Kingdom Business. Ja, dus men moet ook geregistreerd zijn bij KKF? Ja, dus mensen die een bedrijf hebben. Die bevelen we aan om zich te registreren. Ja, dat is normaal, hè, dat je dus een registratie hebt. Ja. En een KKF-nummer van inschrijving heb je dan. En mensen die in loondienst werken, maar die graag willen samenwerken. Ja. Ja, of die misschien een visie hebben gekregen om ooit een bedrijf te starten. Die kunnen lid worden van Kingdom Business. Ja. Omdat ze daar bepaalde kennis krijgen die nodig is om als ondernemer succesvol te kunnen zijn. Mm-hmm. Nu wil ik weten, want wanneer we zeggen van ja, de organisatie groeit, er is zoveel belangstelling, moeten we dan ook daarbij in oogenschouw nemen van ja, er is veel belangstelling voor het ondernemen in Suriname? Ja. Er is heel veel belangstelling. Waarom? Nou, we hebben allemaal talenten gekregen. Mm-hmm. Ja, de ene is goed in cijfers, bijvoorbeeld administratie. Ja. Ja, de andere is goed in verkopen. Weer een ander is goed in het maken van producten. Ja, het ontwerpen van producten en het verkopen daarvan. Het is goed om die krachten te bundelen, zodat je eigenlijk aan elkaar diensten kan leveren. En dat is wat nodig is in de economie van Suriname. We hebben dus nodig dat ondernemers met ideeën komen, met producten komen, met diensten komen, die nieuw zijn, zodat de economie eigenlijk een boost kan krijgen. En uiteindelijk kunnen komen uit
die zogenaamde recessie. Ja, dus onderschrijft u ook van ja, wanneer we meer produceren in Suriname, onze eigen producten hebben, dat het liever veel beter zal kunnen gaan in het land? Ja, het is belangrijk om... Ik wil dat jullie beiden erop reageren hoor. Oh, zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ja, dus kan, Sandra. Kijk, het is belangrijk dat je van elkaar afneemt. Hè. Dat is ook onze visie in Kingdom Business. Het zijn allemaal ondernemers, maar ook professionals. Hè. Iemand die in loondienst werkt, in de ICT. Daar hebben wij ook veel aan. Je kan hè, de groep leren, hoe ga je om met je computer. Sommige heel veel mensen weten het niet. Ja, dus dan kan je ook lid worden. Maar de bedoeling is dat je van elkaar... afneemt. Ja. He? Ik heb bijvoorbeeld een thuiszorg. Okay. He? Daarin bied ik huishoudelijke hulp bij het huishouden. Mm-hmm. Een ondernemer binnen Kingdom kan zeggen van hey, ik heb iemand nodig die me helpt bij het huishouden. Ik neem het van jou af. Mm-hmm. He? Dat gebeurt nu al. He? We hebben een ondernemer die een zwemschool heeft. Nou, ik heb 2 kleine kinderen. Ik stuur mijn kinderen dan niet naar een andere zwemschool, maar naar haar, hè, dus de ondernemers binnen de community. Zo groeien, hè, het is ook een manier van zaaien, hè, want Kingdom, ik denk als je het woord Kingdom hoort, begint, begint het aan te het rollen te komen. Rollen. Ja, kijk, ik maai bijvoorbeeld mijn gras, iedere maand gemaaid worden. Nou, als je 10 mensen hebt binnen de community die van jou afnemen, heb je eigenlijk al een bedrijf. Ja. Heb je 10 mensen die, waar je iedere maand en zo groeien, zo help je elkaar. Ja, dat maakt het leven dan ook makkelijker. Dat maakt het leven makkelijker. Makkelijker, ja. 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 Ja, een stuk makkelijker. Dus de economie heeft het nodig dat mensen inderdaad starten met een eigen bedrijf. Mm-hmm. Omdat anders afhankelijk worden van een aantal grote multinationals. Terwijl er heel veel potentieel in Suriname is. Mensen met ideeën. Mm-hmm. Ja, hier mensen die naar de universiteit zijn geweest of een hogeschool opleiding hebben gedaan. Of middelbaar onderwijs gedaan hebben. Ja, mensen hebben ideeën gekregen van God. Het is goed om die ideeën om te zetten in een visie, in een plan en in een bedrijf. Oké, nu wil ik weten, zijn er wel veel plannen binnen Kingdom Business? Oh, ja, er zijn veel plannen inderdaad. Ik ben zelf van huis uit bedrijfskundige. Ik schrijf businessplannen. Mm-hmm. Dat is een van de diensten die wij aanbieden aan de leden. Mm-hmm. Ja, businessplannen schrijven, maar ook business coaching. Mm-hmm. Er zijn veel mensen die coaching willen hebben. Omdat ze eigenlijk richting nodig hebben om op de juiste manier te kunnen ondernemen. We doen aan financiering. We werken samen met een aantal financiële instellingen in Suriname. Mm-hmm. Zodat mensen op een makkelijkere manier dan normaal dat aan financiën kunnen komen. Dat maakt het heel interessant. Jullie doen ook aan financiering? Ja, zeker. Dus in samenwerking met financiële instellingen in Paramaribo. Ja, ja. Kingdom Business is geruime tijd bezig in Suriname. En wat ze dus vandaag zullen doen, is praten over belastingen. En eigenlijk dan, dat geheel moet dan compleet worden gemaakt. Ja, inderdaad. Dus deze maand moet het geheel compleet worden gemaakt. Ja, voor mensen die werken en ook mensen die ondernemen. Daarnaast is er een nieuwe BTW-wet in de maak. Die zal in deze maanden worden gelanceerd. Het is belangrijk om daar informatie over te krijgen. En een ander aspect heeft te maken met het netwerken. Dus vanavond kunnen mensen netwerken, met elkaar tegen, kun je dus zaken doen met elkaar. Ja, klanten kom je tegen, of partners, leveranciers kom je tegen. Het is een heel belangrijk moment om met elkaar deze informatie te delen. Ja, vooral dat netwerken, daarnet heb vooral je het ook aangegeven. Vooral dat netwerken, weet je, het geldt nog steeds, kennis is macht. Ja. He, en als je kennis met elkaar deelt, dan kom je veel verder. En dat is de bedoeling van de Kingdom Business. Dat je verder komt, dat je niet na 3 jaar, soms voor je vaak, na 3 jaar is het over. Ja. Maar wij willen juist dat je doorgaat, dat je eigenlijk duurzaam onderneemt. Ja. En daar proberen wij bij te helpen. Ja. Het gaat eigenlijk om duurzaam ondernemen. Ja. En willen we dat realiseren in Suriname, dan moeten we ook aandacht hebben voor dat van het betalen van belastingen. En daarover zal er dus vanavond worden gesproken. Okay. In het Lala Roek gebouw om 7 uur. Met de heer Roy Reiger, belastingsdeskundige. En hij zal ook praten over de nieuwe BTW die moet worden ingevoerd. Ja, er komt een nieuwe BTW-wet.
Daar wordt dus uitleg over gegeven, mm-hmm. wat de voordelen daarvan zijn. Goed, en dat hebben we dus allemaal gehoord van Henk Redmond en Sandra van Bossé. Ze zijn beide van Kingdom Business. We gaan eruit voor deze aflevering van Mantin Taki. We bedanken u voor uw getoonde belangstelling en we zijn er morgenochtend terug. Goeiedag. TVS, de nationale zender.